Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag weer verder met het bouwproject. Welkom dus terug bij het bouwproject. We gaan dus weer wat huisjes in elkaar bouwen. En maak leer van koeien en gebruik om een panzer van te maken. Oké, wolven vallen geen creepers aan. Oké, dan weten we dat nu. Goed, oké. De server laden duurt soms wel even een tijdje. Oh, we zijn... Oké. Mensen, we zijn ondertussen weer gespawnd in de game. En ja, laten we dan maar even gaan beginnen. Ja. Met eerst een... Oké, we gaan eerst weer even een werkbank halen. Eerst weer even een werkbank. Altijd goed. Werkbank. En er staat trouwens een aanbeeld, maar we hebben niks aan. We hebben niet. We hebben eigenlijk helemaal niks aan een aanbeeld. Eigenlijk hebben we helemaal niks aan een fucking kut aanbeeld. Dat is toch een kut aanbeeld. Ja. Ik weet het ook niet, mensen. Maar toch sleep ik de facecam eventjes hierheen. En ik maak hem heel even kleiner, mensen. De reden. Dan, of jullie zien me niet goed, of. Het scherm, natuurlijk. Oh, fuck. Zo. Ik denk dat dit wel goed is. Ik denk het. Misschien niet. Misschien wel. Even kijken. Gouden helm. Leren kap, leren tuin. IJzeren, diamanten borstplaat, gouden borstplaat, what the fuck, leren tuniek, all right. Maar het gaat dus vooral om de wapens. Dus oké, we hebben inderdaad eerst even de werkbank en aan de kant, ja. Handelen. We hadden net zo goed al kunnen handelen met die gast. Dat hadden we kunnen doen. Maar. Oké, we zetten de werkbank even neer. We gaan hem even gebruiken. Houten houweel. Oké, dit betekent dat we flink moeten gaan hakken. We moeten hakken en zagen, mensen. We gaan eerst even lekker hakken en zagen in de feestwereld. Dus hakken en zagen is een ding dat we moeten doen. Hakken en zagen. Hakken en zagen. Zagen en hakken. Hakken en zagen. Zagen en hakken. Hakken en zagen. Zagen en hakken. Oké, we moeten dus een bijl hebben. Oké, eerst moeten we een stok hebben. Later komt daar de bijl dus bij. Zodat we meer hout kunnen hakken. Maar we moeten eerst een goed voorraadje van hout hebben. Zodat we eerst eventjes de... Je weet al kunnen maken. De pickaxe. Zodat we eerst even een pickaxe kunnen maken. Ik denk dat we nu wel een beetje goed voldoende hebben. Dus laten we eerst even de werkbank neerzetten. Gebruiken. Wapens. Zo. Houten houweel. Oké. We hebben fucking twee houwelen. Van die houten houwelen. Oké. Wat we hier nu mee kunnen doen is... in ieder geval stenen hakken. Hakken en stenen. What the fuck. Oké, dus... Wat voor steen is dat eigenlijk? Kei. Oh, dat is gewoon kei. Ik vind het kei goed, dit werkje. Toch eindelijk... Eentje nog niet helemaal.
Oh, fuck. Ja. Zo. Zo. Ik vraag me af hoeveel we nu hebben. We hebben nu iets van... Laten we zeggen... Mossige steen. Kei en mos. Oké. Laten we eerst nou even wat hout gaan hakken voor de bijl. Fuck, weet je, dat is gewoon... Waarom er maar zo'n limit op zit eigenlijk. Dat vind ik echt hartstikke jammer. En waarom? Laten we eerst even slaan. Oké. Ze zijn nu even bezig met de gereedschappen maken. Even kijken. We hebben nu op dit moment geen hout. Dus dan moeten we eventjes hier iets maken. Ja. Het zou kunnen dat er over een tijdje ook een roleplay serie aankomt met Simon en Teun. Dat gaan we misschien, wie weet gaan we dat wel doen. Ja. Eens even kijken. Een pickaxe is natuurlijk heel overbodig. Het is handig, pickaxe hebben. Dat hebben we nu. En werkbank. Een stenen bijl. Laten we eerst dan even. Zo. En dan nu gaan we nu even stenen als het goed is. Zo. We hakken hier wel eentje uit. En dan hebben we uiteindelijk een mooie stenen bijl. En dan gebruiken. Stenen bijl. Dat moeten we nog even hakken. Dus, maar daar zijn we zo mee klaar. Dus, ik hoop maar dat dit de steen is die we hebben. Die we zoeken. Oh nee, toch niet. Toch niet. Hoe dan? Ik vraag me soms echt af van, hoe dan? Zijn dit verschillende steensoorten of zo? Zijn dit hele verschillende of zo? Hopelijk. What the fuck? Oké, dit vind ik dus echt bizar. Hopelijk hebben we nu alles. En als we dan nog niks hebben. Als we dan nog niks genoeg hebben, dan... Oh, kijk. We hebben nu... Oké, mensen, we hebben nu onze stenen bijl. En waarmee we makkelijker hout kunnen hakken. Dus dat is goed. Kijk, stenen bijl. En... Sorry. Facecam wordt weer hierheen verplaatst. Vanwege de consequenties dat het... omdat de bijl nu in die plaats zit. We gaan nu lekker hakken. Lekker hakken. We gaan lekker op mensen loshakken. Kom hier, man. Kom hier. Kom. Ah, we hebben hem. Ja. Oké, mensen. Dat is dus zeg maar... is als het ware zeg maar gewoon... De vijfde aflevering. Gereedschappen maken. Dus ik zou zeggen...